Drenthe is de provincie die de afgelopen 5 jaar het hardst getroffen is door de economische crisis. Daarbij drukken kernproblemen als krimp van de bevolking en een relatief laag opleidingsniveau op het economisch perspectief. De provincie Drenthe heeft te kampen met teruglopende economische groei en oplopende werkloosheid. Het is onduidelijk wie er precies verantwoordelijk is voor het beleidsvraagstuk arbeidsmarkt, maar de provincie heeft een plan opgevat. Ik ben Henk Klaver, ik werk sinds een jaar bij de provincie Drenthe. Ik ben gevraagd door het college van GS om mee te helpen de economie aan te jagen in een wat vrije rol, een vrije positie. Daar is de naam projectinbureau aan gekoppeld. Zoveel projecten moeten opleveren voor de werkgelegenheid. Maar het opzetten van projecten ter bevordering van de werkgelegenheid blijkt in de praktijk nog niet zo makkelijk. Nou ja, wat je vooral tegenkomt in de praktijk is dat ieder doet zijn eigen dingetje. En ieder doet zijn eigen plasje erover. En dat zou wel wat beter kunnen. Wat je ziet dat overheden van Rijk, maar ook vanuit Brussel, Rijk, provincie, daar zitten soms nog weer samenwerkingsverbanden tussen. Dus ja, dan wordt het allemaal wat stroperiger en met elkaar in overleg treden. En ondertussen schiet het niet op. Dus die stroperigheid is wel een handicap. En overheden zouden in die zin toch wat dichter bij elkaar moeten zitten. Ik ga niet praten of dat huis van Thorbecke gesloopt moet worden of niet. Dat is in 1848 niet voor niks gebouwd. Het dualisme, de nieuwe vorm van politiek bedrijven, daar heb ik het allemaal niet over. Maar elkaar meer verstaan en schouder aan schouder, heet het dan zo mooi, zou wel goed zijn voor het aanjagen van de economie en het creëren van werkgelegenheid. Dat schouder aan schouder staan ontbreekt dus nog wel eens. Weliswaar in dienst van de gemeente opereert Henk dus als een soort libero tussen alle verschillende partijen. Ik ben een netwerker puur sang. Veel contacten vanuit mijn politieke verleden, vanuit mijn journalistieke verleden, Haagse contacten, Brusselse contacten, contacten met de werkgevers, werknemers, de oploopjes organiseren bij events aansluiten, lobbyen, heel veel buiten, heel veel onderweg en zorgen dat er meer mensen in Drenthe aan een baan komen. En dat doet Henk, bijvoorbeeld in het dierenpark Emmen. Ja, er zijn in deze dierentuin 10 jonge mensen opgeleid die normaal vanuit de praktijkschool waarschijnlijk thuis zouden blijven zitten. Nu toch in de groene sector terechtgekomen zijn. Maar dit is een ultieme plek waar jongeren het ook spannend en vet cool vinden om hier opgeleid te worden. Als netwerker puur zang heeft Henk ook voor dit soort projecten iemand gevonden waar hij vaker mee samenwerkt. Sjoerd Pol. 10 jongeren die niet meer naar het mbo kunnen, die volgen 1 dag onderwijs hier op de dierentuin. En er zijn ook mensen die hebben een contract gekregen hier bij de dierentuin en die krijgen hier praktisch onderwijs. Sjoerd is een hele creatieve man die met leuke plannen komt en ook creatieve plannen komt. Waarbij we echt mensen die we normaal gesproken bijna niet meer aan het werk zouden kunnen krijgen, toch weer arbeidsvreugde kunnen bieden. Wij sparren heel vaak met elkaar om te kijken wat er qua mogelijkheden zijn. En dan hebben we het bijvoorbeeld over dit soort zaken voor waarjongens. Mensen die waarjongens kunnen worden, maar bijvoorbeeld ook WW kijken wat we daarmee kunnen doen. Dus zijn we nu op dit moment in gesprek en hebben ook al lopend een project in de grondweg- en waterbouw. Dus wij sparren regelmatig om te kijken van kunnen we elkaar helpen en waar liggen de verbindingen. Toch is het opzetten van projecten er niet makkelijker op geworden sinds de 3 decentralisaties. De decentralisaties hebben plaatsgevonden. En er zijn nog een hoop onduidelijkheden in de sociale sector hoe dingen geregeld kunnen worden. De afgelopen jaren had het UWV heel duidelijke kaders hoe we met de jongens wat konden doen, ook qua financiering vooral. En op dit moment is het heel erg zoeken voor ons om het voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld de projecten als dit hebben wij bijvoorbeeld 8 financiers nodig om het voor elkaar te krijgen. En dan is ook heel erg blij met de steun van de provincie, van het UWV, de gemeentes Emmen en Coevorden en van de scholen die hier zelf ook een bijdrage aan leveren. Ik heb wel het gevoel dat deze vorm van vrije vogel netwerkend verbinden, dat wel bijdraagt aan het verlagen van de werkeloosheid in onze provincie. Maar kan dit beleid ook echt in structurele zin bijdragen aan het oplossen van het werkeloosheidsprobleem in Drenthe? Jan-Dirk Gardenier van het onderzoeksbureau CHB in Groningen denkt van niet. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, op kleine schaal van een regio, een provincie of een stad, doet arbeidsmarktbeleid en economisch beleid eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Er zijn veel grotere internationale en nationale trends die er te doen. Dus er gebeurt wel heel veel, maar het is heel lastig om te zien wat nou precies het effect daarvan is. Bestuurders hebben een filosofie vanuit een partijachtergrond. Die hebben een programma, een collegeprogramma, een bestuursprogramma en ook een economisch beleidsprogramma met speerpunten erin. En natuurlijk moet je dat hebben. Je moet wel een stip op de horizon hebben. Een stip op de horizon is Drenthe is in principe niemand aan de kant. Iedereen aan het werk. Dat is een enorme ambitie, die halen we niet.
Maar je moet je wel vaststellen en dan moet je wel beleid op maken. Dit is de kaart van Nederland en rood is altijd heel erg slecht. Dit is toevallig een kaartje wat gaat over mensen die gebruik maken van regelingen. En dit is een gebied wat heel arm is, waar veel mensen met een laag opleidingsniveau wonen. En veel mensen wonen die geen werk hebben. En dit is eigenlijk al 50 en misschien wel 100 jaar zo dat langs de rand van Nederland dat een heel arm gebied is. En ondertussen is er heel veel beleid gemaakt. Er is heel veel geld naartoe gegaan. Er zijn heel veel mensen mee bezig geweest. En eigenlijk verandert de situatie niet. Er verandert natuurlijk wel een klein beetje. Dus het gaat ook met elkaar omhoog. Alleen de achterstand die blijft. De wereld is ook niet maakbaar. Ik denk wel dat je kunt helpen en dat je wel duwtjes kunt geven, dat je wel kunt prikkelen, dat je kunt zeggen, nou, zouden we het ook zo kunnen proberen. Uiteindelijk is het een wereldeconomie die uiteindelijk bepaalt of het met ons allen goed of minder goed gaat. Maar wat je hier kunt doen is toch wel duwen en trekken aan projecten, zodat je daar wel, wel een bijdrage aan kunt leveren. Maar je bent niet degene die het maakt of breekt. Dirk, Henk en Sjoerd zijn het er wel over eens dat er anders naar de arbeidsmarktbeleid gekeken moet gaan worden. Nou, de arbeidsmarkt is heel beperkt stuurbaar. En als die stuurbaar is, dan zijn het hele kleine wijzigingen op hele lange termijn. En dat is natuurlijk het probleem met arbeidsmarktbeleid. Want de arbeidsmarkt die wordt veel meer gemaakt door mensen die werken en bedrijven die mensen laten werken of ontslaan, dan door gemeenteambtenaren of rijksambtenaren. En wat wij nu willen is gewoon echte banen. Banen waarvan de werkgever zegt, dit voegt iets toe en dus moet je ook bij die werkgever, bij die ondernemer beginnen. Die zorgt er uiteindelijk voor dat er banen komen, dat er werk is. Niet de overheid, die ondernemer, die zorgt ervoor. En zorg er dan ook voor dat je die ondernemer kent, dat je zijn vakbladen leest en dat je ook snapt waar hij tegenaan loopt. In de publieke sector missen we ook een beetje het ondernemerschap daarin. Hè. We denken heel veel in kaders en in regelingen daarin. Maar er moet, op een gegeven moment moet er actie komen. En we merken heel vaak dat het stukje tot actie komen, dat gewoon heel erg mist. Of ze nou wel of niet op structurele wijze bijdragen aan de arbeidsmarkt in Drenthe, Henk en Sjoerd gaan in ieder geval gewoon door waar ze mee bezig zijn. In principe heb ik één taak, dat is ervoor te zorgen dat er vandaag iemand minder op de bank thuis zit dan gisteren. En als dat zo is, dan hebben we een vrolijke dag in Drenthe. We gaan nog een tweede groep starten. En we gaan nog een derde groep starten, die het daar hoor ik. Ja, deal. Dat gaan we doen. Ja, we lopen nog een stukje of niet. Zullen we nog een groep starten, Sjoerd? Wat? Zullen we nog een groep starten? Was, ja, ja. Derde groep? Ja, is goed. Ja, het was in december dan, hè? We doen nu al wel. We gaan de eerste GWW-groep voor elkaar maken. Ja, ja, ja.